Gisteren hebben we helaas verloren voor de USA. Het was niet onze dag, maar we hebben het even besproken. Er is een apel van. Oh mijn god, een aap! Oh my god! Wat draai je om? Hij is niet te zien, denk ik. Maar oké, goed. Volgende topic. We zijn dus nu in Wild Park. Op safari gaan we. Dus we zitten nu met z'n allen in de bus. Ja. Oh my god, nog eentje! Oh, wat schat. Die heeft een kind. Loop weg. Oh! Nee. Maar, dus wij gaan nu even lekker genieten. En even gisteren vergeten. En even niet over cricket hebben. En dan gaan we weer verder. Nou, om de Zimbabwe Experience ultra te maken, staan wij hier met autopech. We komen net terug van de safari, was echt top. Toch, meiden? Ja, mega top. Ja. En maar de motor heeft het begeven. Ja. Dus wij zitten hier nogal even. Helaas geen PCR-test voor ons om 5 uur, maar wellicht vanavond. Misschien redden we het diner nog net om 7 uur. We zullen het zien. We maken het mee. Hoogte. Nog even een kleine update over welke dieren we allemaal net hebben gezien. Is, ga je gang. Zebra, impala, zwarte neushoorn, witte neushoorn, giraf, olifant, aapjes, cheetah, everzwijnen, de kudu. Giniepaus, eland, blisbok, mestkevers, de semi, leeuw en ziek van grote vogel. Nou, dat was het. We gaan hier en, denk ik... En we hebben net nog een slang gezien die voor de bus langs reed bij onze pech. Ja, dus we gaan nog even op eigen safari en we hopen dat het snel gefixt wordt. Nou, we zitten nu bij onze vrienden van de USA in de bus. Zijn we wel een werkende bus, dus we onderweg proberen... Naar het hotel. Onderweg naar het hotel. We proberen zoveel mogelijk mensen erin te doen. Laat het even zien, laat het even zien. Het is een beetje chaos. Oké, dit is wel grappig. We hopen dat iedereen mee kan. Onze staf blijft achter, denk ik. In ieder geval de coach en Tim. Goedemorgen allemaal. We staan hier iets eerder op dan in Nederland. Tussen 6 en 7 gemiddeld. Dit is onze gang. Als we een stukje verder lopen zo, dan zul je ook onze vlag zien hangen. Onze ochtendroutine is meestal ontbijten, maar voor het ontbijt moeten we altijd onze temperatuur meten. Kijk, hier is onze mooie vlag. Dus dat gaan we nu even doen en dat doen we in de team room. Dat noemen wij het penthouse. En dat is ook wel de fysiokamer, maar dat ziet er een beetje show uit. Dus we hebben een bank en er staat ook een home trainer. Nou, en hier gaan we. 36,8. Gezond. Netjes. En dan moeten we dat hier opschrijven. 36,6. En nu gaan we lekker naar het ontbijt. Dan zijn we nu aangekomen bij het ontbijt. Een hele grote tent en elk land heeft dan zijn eigen area. En hier zit onze staf. Goedemorgen. Goedemorgen. Steve let nooit zo op. Maar dan gaan we nu naar iemand die altijd heel goed voor ons zorgt. We hebben altijd dezelfde persoon bij het eten. En hij is echt super aardig. Good morning. Ja, goedemorgen. Kijk, hij kan het zelfs in het Nederlands. En dan staat er altijd heel lekker eten voor ons klaar. Dus wij gaan lekker ontbijten. Hi allemaal, ondertussen zijn wij nu al een paar dagen thuis. We hebben een behoorlijke reis achter de rug. We zijn eerst van Zimbabwe naar Namibië gevlogen. In Namibië zijn we een nacht gebleven. We
waarna we de volgende dag een vlucht naar Oman hebben gepakt. Van Oman zijn we doorgevlogen naar Qatar en van Qatar naar Amsterdam. Al met al zijn we zo'n 60 uur bezig geweest om naar huis te komen. Het was erg vermoeiend, maar we zijn blij dat we allemaal weer veilig thuis zijn. Voor nu zitten we allemaal in quarantaine en worden wij zondag getest. En hopelijk, als we dan allemaal negatief zijn, dat we dan weer uit quarantaine mogen. Voor nu wil ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor al jullie lieve berichtjes en voor jullie steun. Doet ons allemaal heel goed en we hopen dat jullie ons blijven volgen en tot snel. Doei!